Ik wil het hebben over de LG ThinQ app. De LG ThinQ app is een LG product brede app. Airconditioning kun je dus ook registreren in deze app. Het registreren van de airconditioning in de LG ThinQ app is heel eenvoudig. De handleiding hiervoor is op onze website te vinden. Waarom is het zo handig om je airconditioning met een app te bedienen? Op het werk zijn we allemaal gewend aan een goed klimaat. Goede temperatuur, goede luchtvochtigheid, verse lucht. In de auto idem dito. Maar thuis dan niet. Dus als je dan thuis komt, is het klimaat niet zo als dat je gewend bent. Via de app kun je, op het moment dat je van je werk vertrekt, de airconditioning al aanzetten. Kom je thuis, is daar ook het klimaat ideaal. Maar niet alleen het comfort is van belang. De app beperkt ook het energieverbruik van de airconditioning. Je kunt deze, voordat je thuis komt, aanzetten in plaats van dat hij de hele dag aanstaat. De app geeft je ook feedback over het gebruik van de airconditioning. Gebruik je de airconditioning wel efficiënt? Staat hij niet te lang aan? Staat hij niet te koud of te warm? Via de app is het mogelijk om hem handmatig in of uit te schakelen, in te stellen. Maar ook via een weekprogramma, dus op gezette tijden aan- en uitschakelen. Dit bespaart energie en maakt het gebruik van de airconditioning veel efficiënter. Het grote voordeel van de LG ThinQ app is dat alle LG-producten, of bijna alle LG-producten, kunnen worden gekoppeld aan deze app. Zo heb je dus inzichtelijk van elk LG-product, of dat nou een wasdroger is, een wasmachine, je koelkast, je vaatwasser, stofzuiger of tv. Je hebt inzichtelijk wat er gebeurt. Je kunt deze apparaten aansturen en monitoren, commando's geven of meldingen ontvangen als bijvoorbeeld de was klaar is. Deze bundeling van producten maakt dat je huishouden nog efficiënter, energiezuiniger en comfortabeler is.